Hoi, Peter Maasdam hier vanuit mijn eigen atelier hier in het Amsterdam Art Center. Speciaal voor Kunstenaar Magazine. Leuk dat je kijkt. Een nieuw vlog over entrepreneurschap. Oftewel, met jouw passie, met jouw creatieve gift geld verdienen. Vandaag wilde ik het hebben over één kunstenaar zijn is niet voldoende. Eén kunstenaar zijn is niet voldoende. Misschien heb je al gemerkt dat je wellicht een goede kunstenaar zou kunnen zijn, maar dat dat niet de garantie is dat je daar ook goed geld mee verdient. Sterker nog, als ik op mijn event Kunstenaars verdienen beter vraag aan de zaal van joh, steek je hand op als jij wel eens het gevoel hebt dat er mensen, kunstenaars in de buitenwereld zijn die minder goede kunst maken dan jij, maar wel meer geld verdienen. Dan gaan ongeveer alle handen omhoog. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er mensen zijn die minder goede kunst maken dan jij, maar wel meer geld verdienen? Dat heeft te maken met het feit dat zij zich meer profileren als ondernemer. Dus een entrepreneur, dat is art en entrepreneur samen, is een ondernemende kunstenaar. Alleen niet iedereen, en zeker creatieven, vinden het chic om zichzelf te noemen van nou, ik ben kunstenaar en nu moet ik nog een entrepreneur worden, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb misschien een mooie mindset voor je waar jij wel echt je voordeel mee kan doen. En ik wil je uitdagen de tweede kunstenaar in jezelf te ontdekken. Dus ontdek de tweede kunstenaar in jouzelf. Eén kunstenaar zijn is niet genoeg, want dan heb je mooie kunst gemaakt, maar het staat nog in je atelier, zou ik maar zeggen. Ontwikkel jouw tweede kunstenaar. Want het naar buiten brengen van jouw kunst, daar heb je dezelfde eigenschappen en kwaliteiten voor nodig als het maken van kunst. Neem nou jouw vakmanschap als professioneel kunstenaar. Jij zal ongetwijfeld een bepaalde standards hebben, standaard van wat jij een goed kunstwerk vindt. Dus jij bent daar kritisch over. Als je nu gaat ondernemen, moet je datzelfde ontwikkelen. Wat vind jij nou minimaal dat jij moet verdienen als creatief ondernemer? Wat is de manier waarop jij wil ondernemen? Wat zijn jouw prijzen? Wat zijn jouw standards? Als je dat voor je kunst hebt, ontwikkel dat ook gewoon echt voor je ondernemerschap. Wat voor huis vind jij dat jij zou moeten wonen? Wat voor auto vind jij dat jij minstens van jouw kunst moet kunnen kopen? Iets anders. Je hebt een opleiding gedaan als kunstenaar. Je hebt hard gewerkt daarvoor. Je hebt misschien cursussen gedaan. Misschien heb je wel een echte opleiding gedaan van 4 jaar, whatever. Doe dat ook voor je ondernemerschap. Wat jij als kunstenaar gedaan hebt, moet je ook voor je ondernemerschap doen. En al neem een kunstwerk. Een kunstwerk, bij mij, het is niet zomaar klaar. Ja, hier is een kunstwerk, anyway. Dat is niet zomaar, dat gaat met vallen en opstaan en je denkt, dit wordt niks meer. En dan opeens denk je, nou, dan ga je er weer in geloven. Dat is ook precies hetzelfde als met ondernemen. Dan maak je een stap vooruit, dan weer achteruit. Dan durf je iets uit te spreken op Facebook en dan opeens krijg je likejes. Dan voelt dat goed. Dan ga je je prijs verhogen en opeens zegt iemand weer tegen je van, zo, jij durft. Verdien je niet genoeg en opeens kruip je weer in je schulp. Datzelfde, dat heb je dus met ondernemen. Dus maak daar gebruik van diezelfde eigenschappen. Ik heb hier ook, ja, dit is een modeltekening van afgelopen vrijdag heb ik die gemaakt met mijn groep. Maar ja, ook hier zit soms frustratie in gewoon. In mijn werk zit af en toe frustratie en dan weer kracht. En soms lukt het in één keer, soms doe je er langer over. Maar dat is met jouw creatieve carrière is dat precies hetzelfde. Dan heb je, ja, dus gebruik dezelfde aspecten die jij nodig hebt om een kunstwerk te maken, gebruik die ook in je ondernemerschap. Want laten we eerlijk zijn, jouw kunst is niet bedoeld om op zolder weg te kwijnen en daar een beetje te liggen verstoffen. Maar het is ook niet bedoeld dat het voor weinig of geen geld bij andere mensen aan de muur komt. Dus haal die blokken weg van de weg, haal de luiken weg. Probeer of onderzoek wat jij hebt gecreëerd in je eigen kunstenaarschap. En denk gewoon, nou, dat is kunstenaar 1. En kunstenaar 2, die gaat deze prachtige kunstwerken, die gaat hij gewoon in laten lijsten, ophangen, aan de mensen aanbieden, zichtbaar zijn. En zorgen dat ze bij de mensen aan de muur komen voor een goede prijs. Want dan word jij gelukkig en de klant gelukkig. Nou, deze ondernemersstatement, zal ik maar zeggen, deze manier van ondernemen, dat is waar ik ook echt voor sta. Om een authentieke manier
zichtbaar durven te zijn. Dus niet als een auto verkopen, maar juist op een manier die bij je past, die goed bij je past. Net zoals kunst bij je past, past ook de tweede kunstenaar bij je als ondernemersvorm. Mocht je dit leuk vinden, kom een keer naar Kunstenaars Verdienen Beter. Binnenkort is er wel een. Waarschijnlijk zie je een linkje ergens op deze website staan. Kunstenaars Verdienen Beter is een dag waarin je mij beter leert kennen en waar ik ook vertel over vervolgprogramma's en over de Artpreneur Academy. Maar voor nu, blijf mooie dingen maken en ik zou zeggen tot snel. Hoi!